Het fijne van pensioen vind ik dat je toch een beetje je eigen tijd in kan delen en meer tijd hebt voor anderen. Ik ben Wouter Verkleij, 65 jaar, ben getrouwd, heb 4 kinderen en 7 kleinkinderen en het kost me een hoop geld en heel veel taart te bakken. Ja, ik ben opgeleid technische kant bij Duivis vroeger, dus de notenfabriek toen de tijd nog. Dus ben ik technisch procesoperator geweest. Dus dat is mijn technische opleiding. En nu van mijn vak ben ik geluidtechnicus. Dus doe geluid voor feestjes en bij mensen thuis, bij zangers, zangeressen en zo, dat soort dingen. Maar de meeste tijd besteed ik aan de repaircafé en bij de mensen thuis klussen. Omdat ik voor mijn eigen vind, en dat vinden anderen ook, dat ik vrij handig ben. En ik denk van ja, thuis zitten is ook maar niks. En ik ontmoet ook veel meer andere mensen. Ik heb er hele goede vrienden door gekregen. Ook door het repaircafé waar we nu zitten. Ook door het repaircafé. Ik heb er hele goede. Mijn kennissenkring is veel groter geworden. Alleen maar door bij mensen een gordijnrailtje op te hangen of een deurknopje te monteren. Je scala van vrienden en kennissen wordt veel en veel groter. En het is heerlijk om iets te doen voor een ander. Nou, ik kijk er niet echt tegenop om met pensioen te gaan. Want ik dacht van mijn eigen van nou, ik ben geen thuiszitter, sowieso niet. Dus ik heb in het eerste jaar heel veel tijd besteed aan mijn kleinkinderen. En daarna ben ik gewoon inderdaad gaan zoeken. Dus ik ben naar een kinderboerderij gegaan. Daar eens gaan kijken wat daar gebeurt. Misschien kan ik daar helpen en zo en dat soort dingen. Dus kijk of daar het een en ander kon gebeuren. Dus ik kwam weer de kinderboerderij terecht. Die zeiden van, we beginnen met een repaircafé. En ik wist van het repaircafé uit Amsterdam, maar daar is het begonnen. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. Maar ik heb nooit opgezien tegen, ik ga met pensioen. Wat moet ik nu doen? Ik ben begonnen bij het repaircafé omdat ik het zonde vind dat de mensen dingen weggooien. Een stofzuiger waar de snoer van stuk is. Een koffiezetapparaat waar het filtertje niet goed meer van werkt. En dat soort dingen. En wij bij het repaircafé proberen 80% van de dingen wordt gerepareerd. Dus wij doen echt goed werk. Ja, die weer dicht. Ja. Zo. Nou. Hand af van de patiënt. Ja. Als je ergens aan begint, komen er steeds meer dingen op je pad. Hè? Dus je begint zeg maar, bij het repaircafé en dan komt er iemand die zegt van, oh, jij doet ook iets met muziek. En zo rol je van het ene naar het andere. Je moet ergens aan beginnen. Maar ga niet denken bij je van nou, ik kan niks, ik ga lekker thuis zitten en mijn granium groeien vanzelf wel. Want zien dat je er bent en geniet van het leven. Dat doe ik ook.